Vandaag in Wegmisbruikers plukt Surveillant Peter zijn kleine neefje van de weg. Zal ik Erik nog even wat sodemieten geven? Ja, jij krijgt gewoon klappen. Ik zal het niet tegen je moeder zeggen. Voor mij mag het. Denkt deze eigenwijze fietser de dienst uit te kunnen maken? Mag die camera uit? Nee, die camera blijft aan. En dan blijf jij met je handen voor vanaf. Dan werk ik niet mee. Wat zeg je? Dan werk ik niet mee. Weet je wat dat betekent als je niet meewerkt? Dat je dan met ons mee naar het bureau gaat. En slaat deze jonge coureur op de vlucht voor de politie. U weet dat hij op deze brommer rijdt? Nou, dat ding dat heb ik van de week opgehaald bij iemand die zou geslopen voor hem en het kenteken opsturen. Dat zei je toch? Nee, dat heb jij niet gezegd. Maar nog natuurlijk nog geen 16. Negeert stopteken van de politie. Als je al jaren via dezelfde route naar huis rijdt, dan bestaat de kans dat er een bepaalde routine in je rijgedrag slijt. En die is niet per se bevorderlijk, want door onachtzaamheid verlies je de snelheidsmeter maar al te gemakkelijk uit het oog. Deze Hyundai-bestuurder is ook tamelijk laconiek en probeert snel naar huis te rijden. Maar door een gevaarlijke inhaalactie dreigt hij bijna in een sandwich terecht te komen, zoals we zien bij Maren Kessel op de Wildse Dijk. Surveillante Fred en Antoinette zitten achter de bestuurder van een Hyundai-bus. Meting start, hè? Ben je klaar? Ja. Fred start een trajectmeting. Ja, het werd een busje al door. Niet zo'n slim punt hier om in te halen. 123 van de middenbus. In principe een afrit. Jongen, jongens, had hier een auto? Wat een timing, zeg. Mag stop tegen geven. Okay. Zeg maar als je zo ver bent. Ja, zet hem aan. Ja. Fred spreekt de bestuurder aan op zijn rijgedrag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, we hebben van je rijgedrag hebben we een paar videobeelden gemaakt. Nou, dat kan ik wel geloven, ja. Dat weet ik wel. Hier doe ik kernenen. Denk ik. Ja, en nog meer. Dan denk ik op de dijk. Op de dijk, ja. Ja, dat heb ik gezien. Ja, wat heb je gezien dan? Ja, denk door die auto, die ging daar in de remmen. Oké. Okay. Die ging, die zette hem rechts neer. Nou, zullen we de beeld even verder bespreken dan? Ik zal je eens even voorstellen. Goeiedag. Antoinette Vergaat. Daar rij jij. Ja, dat klopt. Dan hebben wij een snelheidsmeting lopen. En dan mag je maar 80. Dat klopt. Ja, dat weet ik inderdaad. Ja, ik kom er elke dag langs. Al 10 jaar lang, dus ja, goed. Ik weet verdomd goed. Ja, daar keek ik nog, komt er niks aan. Ja, en hier ook, hè. De snelheid ligt natuurlijk veel hoger. Ja, dat klopt, klopt. Dus... En dan inderdaad, dan krijgen we die inhaalactie. Ja, daar schoot ik zelf ook aardig van. Of die auto inderdaad wel of niet daar links of rechtsaf heeft moeten slaan. Nou, ik was blij dat je niet links hebt. Dat weten we niet. Dan had ik daar in de sandwich gezeten. Ja. Ja, ja, ik weet het. We hadden het er nog over. Ik ben blij dat je niet linksaf ging. Maar waarom ga je dan een inhalen? Ja, waarom doe je dat? Automatisme. Ja, ik ken die weg op en ik kom er... Ja. Sinds ik mijn rijbewijs heb, kom ik te trainen. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon daar rijden en... Maar was je wel... Niet nadenken dat er iets omhoog afloopt. Maar schrok je? Ja, ik schrok ervan dat die wagen daar... Ik dacht, toen ik naast die bus zat, zag ik dat die wagen op de rem ging. Hmm. En toen zei ik nog tegen mijn maatje, want ik zeg, oh... Ik zeg, dat wordt sandwich. Ik zeg, daar komt die gaat naar links. Ja. En die ging gelukkig naar rechts. Ja, en wat zou er met jou gebeurd zijn, denk je, als die auto echt naar links was gegaan? Ja, dan had ik of in de gigantische in de ankers gemoeten, of links of tegen die andere aangereden. Als het daar fout was gegaan, of als daar iemand zodanig actie had moeten doen... Ja, dat er echt iets gebeurd dat hij had moeten remmen of uit moeten wijken... Dan had je dus nou je rijbewijs even kwijt geweest. Ja, nou groot gelijk. Ja, dat was mijn eigen schuld geweest. Ik weet verdomd goed. Ik kan er niet meer voor zeggen. Ja, nou hebben we in ieder geval die 123 km per uur. Ja, dat klopt. Er gaat 4 km correctie vanaf. Er blijft er 119 over, ja, dat is... waar je 80 mag. Dus dat is 39 te hard. Ja, dat klopt. En dat betekent in ieder geval op het moment dat, iemand meer dan 30 kilometer te hard rijdt... dat wij geen bedrag meer in kunnen vullen. Ja, okay. En dan gaat het proces verbaan naar de officier van justitie. Ja, ik heb hier de bekeuring. Is je van mij? Of ja, en die krijg je terug in dit geval. Heb je nog vragen? Nee, ik heb gevraagd, dat was heel duidelijk. Ik wist zelf verdomd goed. Dan geef ik jou een hand. Ja, dank je wel. Niet tot ziens op deze manier? Nee, eigenlijk niet, maar goed. Aldoende leert men, hè? Ja. Ja, maar... ik kan er niet meer
Maar dit soort dingen moet je niet te veel op deze manier leren. Nee, nee, dat klopt. Dat kan er wel even misgaan een keer. Dan komen we jou een keer op een andere manier misschien tegen. Ja, ik hoop het. Is goed. Ik wens jou fijn aan. Ja, ik zal het. Houdoe. Houdoe. Deze zaak onderstreept maar weer dat ook de automatische piloot tot gevaarlijke situaties kan leiden. Deze bestuurder is weer wakker geschud en de bekeuring loopt via de officier van justitie. We blijven onder de grote rivieren en gaan naar de regio Limburg-Noord bij Nederweert op de Wetering. Surveillanten Don en Wesley zitten achter de bestuurder van een snelle Audi A6. Oh, daar gaat hij al. Zo is het. Kom maar, mijn maar. 142. Loopt nog altijd uit. Nou, loopt uit. 44, uitlopen. Hebben we niet voor meten? Ja. Kanaaldijk Zuid. 142. Dus kort bezig doen we nu. Ja, ja. Linksaf. Kanaaldijk Zuid. De Audi-rijder slaat linksaf richting Hezen en vervolgens gooit hij het gas erop. Bocht naar links. Rechts komt een auto. Oh, stil. Rechtdoor, hè? Ja, daar. Daar gaat hij. Na enig speurwerk hebben de surveillanten de coureur weer in het vizier. Wat is hem? Ja, hier links. Ook binnen de bebouwde kom scheurt de bestuurder stevig door. Tijd om hem staande te houden. Ik ga hem stopzetten. Ja, het kenteken wil ik ook even hebben. Ja, zo. Jo. Want die weet wat er mee is, wat er mee is. Nee, het kenteken in ieder geval. Drempel. 33. Geen nog. Ja, helemaal stopteken. Het kenteken van de Audi wordt nagetrokken en Wesley spreekt de bestuurder aan. Goedavond. Hoi. Lens en verkeershandhavingsdienst. Meneer, de reden waarom wij u in de kant zetten. Ik had graag eerst even uw rijbewijs zien, alsjeblieft, voordat ik u dat mededeel trouwens. Ja, dankjewel. Uw snelheid. Druk ik me heel zachtjes uit, ronduit asociaal. We hebben een meter gedaan, dan komen we uit op 144 bij 80. Het zijn er 64 te hard, na correctie 59. Het houdt in dat uw rijbewijs bij deze wordt ingevorderd, dat u niet meer mag rijden. Ik ga hier even iets te pakken om te schrijven en dan kom ik meteen bij u terug. Perfect. Ja, momentje alstublieft. Hoe voel je dan krijg ik het? Deze is het goed, is 142. Ja. Ik denk 144. Ja, nou. Ik loop even naar beneden. Succes. Maar. Ik kom zo terug voor het bewijs. Ja. Moet toch nog veranderen. Het kanaal direct uit. Ja. Ik had u zojuist gezegd dat we 144 gemeten hadden. We hebben 142 gemeten. Dus 142 na 5 blijft 137 over 57 te hard. Het is nog steeds een invordering, maar goed, het zijn wel 2 kilometer. Ja, dat is veel te hard, klaar. Ja. Meneer, u bent in deze niet tot antwoorden verplicht voordat ik u enige vragen stel. Maar waarom rijdt u in hemelsnaam zo hard? Want als ik... Kijk... Geen zinnig antwoord op, het is gewoon dom, klaar. Nee, ja, ik ben niet van. Ja goed, handig is anders, maar als u bekijkt hoe u rijdt inderdaad en waar u overal inhaalt, het gaat zo gruwelijk hard. Ja, en valt... ja, jullie hebben zelf ook een Audi, dus je weet hoe het gaat. Ja, klopt, maar ja goed, kijk, dat we zelf ook een Audi hebben wil niet zeggen dat we ook zo rijden natuurlijk. Nee, maar je weet hoe ze rijden. Ja, nee, dat ben ik helemaal met u eens, meneer, maar... Het is niet goed te praten, dat probeer ik het niet. Meneer, we hebben daar beelden van. Hoeft u niet te zien? Nee, ik weet het wel. Oké, ik heb uw verklaring opgeschreven. Het was gewoon dom dat ik te hard reed. Wilt u daar voor de verder eens nog iets aan toevoegen? Meneer, dit is het bewijs van ontvangst van het feit dat wij uw rijbewijs hebben opgestuurd. Ja. Het rijbewijs wordt opgestuurd. Het staat onderaan Sertogenbosch. Ja, De officier van justitie... Minimaal 2 weken, dank u. Ja, 10 dagen heeft de officier van justitie de tijd om beslissing te nemen of uw rijbewijs wel of niet ingevorderd blijft. Als u een schoon verleden hebt met betrekking tot snelle overtredingen van meer dan 30 te hard, zal dat alleen maar in uw voordeel werken. Hebt u die wel op uw naam staan, dan zal dat waarschijnlijk in uw nadeel gaan werken. Ja. Maar dat bepaalt de officier in zoverre. Hebt u nog vragen aan mij, meneer Hofjes? Yes? Nee. Geen vragen? Nee, ook niet. Dan scheiden ze hier onze wegen. Ik moet u alleen erbij zeggen, indien u gaat rijden... Nee, ja, nee, luister. ...pleegt u een misdrijf. Ja, ja. En dan weet ik zeker dat u rijbewijs voorlopig niet terugkrijgt. Nee, dat weet ik wel. Ja? Ja, geen prima, dan krijgt u nog een hand van mij, meneer. Prima. Rustig aan de volgende keer, want op deze manier schiet het echt niet op. Nee, nou, het schiet wel op, maar... Ja, ja, goed. Het schiet maar even op, hè. Deze bestuurder weet precies hoe de vork in de steel zit en zijn maatje neemt het stuur van hem over. De man mag voorlopig geen voertuig meer besturen en afhankelijk van zijn verkeersverleden bepaalt de officier van justitie hoe lang hij zijn rijbewijs kwijt is. Van Limburg-Noord schuiven we op naar de regio Brabant-Zuidoost in Deurne op de Helmondsingel. Surveillanten Johan en Ilko zitten achter de bestuurder van een gifgroene Kawasaki Ninja die eerder opviel door zijn sportieve rijstijl. De surveillanten besluiten hem een tijdje te volgen en dan maakt hij een U-turn op het voorsorteervak.
De agenten zetten de achtervolging in, want ook voor motorrijders is dit niet toegestaan. Er is iets wel netjes. Qua snelheid en zo. Koude achterband. Erg slordig. Ja, zullen we het eventjes aanspreken, hè? De motorrijder krijgt een stopteken en Johan gaat het gesprek met hem aan. Goedenavond. Politie. Mag ik van u even een rijbewijs inzien? Hierbij. O jee, iets anders bij waar uw naam op staat. Jawel, maar dat wordt dan wel het bekende bankpasje. Nee, geen legitimatiebewijs. Nee, niet ook niet bij. Nou, dan geef me alvast in elk geval even een bankpasje. U mag hem heel eventjes op de standaard zetten. U kwam ons in Waalre voorbij rijden. Voorsorteervak. Daar gaat u een verbaal voor krijgen. En er zijn nog wel een paar meer puntjes wat ik het even met u over wil hebben. Dat is de achterband. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, dat klopt. De handschoentjes. Ja, ja, spur of the moment. Ja. Ik heb wat beelden gemaakt. En ik wil je eigenlijk uitnodigen om eventjes plaats te nemen. Goedendag. Hier. Het gaat over deze kruising hier. Het was echt vanuit het niets, zeg maar. Dus daar ging het eigenlijk om. Voor de rest zag het royaal goed. En voor de rest heb ik ook geen openbaar mee. Nee, dat was rustig. Maar goed, dat was net inderdaad dat stoplicht. Ja. 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 En de kale achterband. Ja, daar moet er nu op. Dat weet ik. Volgens mij heeft u ergens stilgestaan en... Nee, geen burn-out. Nee? Nee, 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 oh. Dus, je ziet het ook eens. Ja, ik kan het alleen maar zien als... Ik heb het van dichtbij niet gezien. Nee, maar goed, dat moet, die dingen slijten, die van 3.000-4.000 kilometer is gebeurd. Ja, ligt eraan ook hoe je ermee rijdt natuurlijk. Maar... Ja, want je hebt nu van die, dat het midden wat harder is. Ja, ja. Maar goed, dan krijgt hij gewoon van het CIB en accepteer elkaar thuis binnen 4 tot 6 weken. En als je die betaalt, dan bent u eraf. Wens ik u toch ondanks dit nog een fijne dag. Ja, fijne dag nog, hè. De bekeuring voor het voorsorteervak bedraagt €160... en de gladde achterband komt de man op een waarschuwing te staan. Straks plukt surveillant Peter zijn kleine neefje van de weg. Zal ik Erik nog even op de sodemieten geven? Ja, gelijk. Jij krijgt gewoon klappen. Ik zal niet tegen je moeder zeggen. Voor mij mag. Straks denkt deze eigenwijze fietser de dienst uit te kunnen maken. Mag die camera maar uit? Nee, die camera blijft aan. En dan blijf jij met je handen gewoon vanaf. Ja, dan werk ik niet mee. Wat zeg je? Dan werk ik niet mee. Weet je wat dat betekent als je niet meewerkt? Dat je dan met ons mee naar het bureau gaat. De surveillanten van de videowagen zijn dag en nacht onderweg en komen de meest uiteenlopende types tegen. En tja, het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat je soms een oude bekende of zelfs een familielid tegen het lijf loopt. De Gelderse surveillanten zien hoe deze Peugeot-rijder zijn maatje op de fiets een slinger geeft. En laat dat nou net het neefje van oma Gent zijn, zoals ze zien in Wageningen op de Mansholtlaan. Surveillanten Peter en Marcel zien hoe een brommerrijder zijn fietsmaatje een lift geeft. De fietsen was al over. Pak die zo weer op. Nou, net op. Kijk, ze hadden alleen maar een kartonnetje op. Ah, verkeerd om. Okay. Op de bromfiets zit geen geldige kentekenplaat, maar een kartonnen versie die ook nog eens omgekeerd op het spatbord is bevestigd. Ik heb mijn stopbord aan. Peter spreekt de beide heren aan. Hallo, ik zal hem even legitimeren. Ja, dat geloof ik. Ja? Oké, heb je een rijkentekenwijs bij je? De fietser die zojuist werd voortgeduwd blijkt familie van Peter te zijn. Waarom mag ik je voorstellen aan mijn oom? Zit je oom? Ook nog. Echt? Ja. Ja, ik kentekenwijs. Waar is je kentekenplaat? Die is vorige week gestolen en ik kan vanmiddag een nieuwe ophalen. Oké, heb je aangifte gedaan? Ja. Aangifte heb je niet bij je? Ik heb niet bij me. Niet bij je, oké. De achterband, heb je die wel eens bestudeerd? Nou, hier is het wel grip. Nou, dat is niks meer, hè? Nee, ik weet het niet. Nou, het feit waarvoor je opvalt... Dat ik hem aan duwen was? Ja, dat moet je niet doen. Als er iets misgaat, dan ben je tweedes. En hij ook, denk ik. Kentekenplaat, snap ik. Het is niet zoals het hoort. Nee, het is een kleine kopje.
Ja, je hebt aangifte gedaan. Je gaat vanmiddag een nieuwe halen. Ik kan zo in het systeem nakijken of je aangifte hebt gedaan. Maar ik geloof je. Ik ben een fietser geweest. Dus ja, oké. Okay. En voor de band krijg je een verband. Ja? Dat is gewoon niks. En een nadere inspectie leert dat op de voorvork behoorlijk wat speling zit. Dat is ook niet veel meer, hè? Speling. Ja, maar dat is wel mooi. Ja? Maar dat is niet goed, hè? Ja, maar dat is een kwaaltje van de Fox. Ja? Ja, toch naar laten kijken. Ja, ze moeten voor gaan kijken of zo. De voorvork van een Peugeot Fox zijn niet echt... Nee, maar toch? Heb je het wel eens gevoeld? Ja, nee, ik weet het. Maar ik heb tijdens het rijden geen last van. Nee. Oké. Wil je nog iets verklaren over de band? Ja, ik heb geen zin om het te doen. Dat is de reden. Het is te veel werk. Te veel werk? Ja. Ja, moet je later doen, hè? Oh, deze is makkelijk zelf te doen, hoor. Daar niet van. Ja? Oké. Okay. Fietsband. Zit net een fietsstak in. Nou, als dat allemaal zo gemakkelijk is, dan had je de achterband maar beter kunnen vervangen. Want nu kost het je een boetebedrag van hoeveel, Peter? €60. Een hoop geld. De papieren. Ja. Hou rekening met dat voorduwen. Gewoon niet doen. Zal ik Erik nog even op de sodemieter geven? Ja, gelijk. Jij krijgt gewoon klappen. Ik zal niet tegen je moeder zeggen. Van mij mag. Oké, fijne dag. Hoi. En voor zover moeders nog niet op de hoogte was, dan toch zeker bij deze. Van Gelderland Midden gaan we naar de regio Utrecht ter hoogte van Maartensdijk op de Rijksweg A27. Surfjante Theo en Willem zien een vrachtwagen met een lekke band rijden. Alle reden om deze chauffeur hierop te wijzen. Ik ga even er voorbij. Ik heb volle gang staan, Willem. Theo spreekt de chauffeur aan op het euvel. Chauffeur! Ik zal me even voorstellen, Theo Gorten, verkeerspolitie Utrecht. Team Fido Surveillance. Heb je eruit gehaald? Je hebt een lekker band op een trailer. Is dat zo? Rechts achter het voorste wiel. Oh, ga ik niet even weg. Nou zit hij er nog onder, maar niet lang meer. Nee, dan gaat hij er onder weg. Ga maar even kijken. En als die gaat, dan gaan we misschien nog meer. Dan gaat er meer, ja. Denk jongen, dat is gloeiend heet. Ja. Je voelt hier de warmte al. Maar deze chauffeur blijkt over vuurvaste handen te beschikken. Nou, mooi dat jullie dat... Ja, want als we er niks van zeggen, dan heeft kans dat je zometeen een hoop ellende op de weg krijgt. En nu kan je hem er nog afhalen. De Wanderboer wel. Centraal 84, 64R, 22.4. En dan nu graag de vertaling voor de mensen die geen Fries spreken. Voor de Nederlanders is dat een 335/65R22.5. Want het andere begrepen we niet, hè? Dat was Fries. Ja, nou, leuk, hè? Oké. Nou, als het goed is, zijn er hulp onderweg. Truckservice Amersfoort komt, denk ik, of niet? Nee, Euromaster 1. Oh, dat kan ook, ja. En dit bleek op de weg, wat? Ja, wegmisbruikers. Oh, wegmisbruikers, ja. Ja, dat kan ook. Nou, moeten we de rest ook even zien, hè? Ja, laten we even wat bekijken, want je bent nou toch hier. Je kan toch niet weg. Inderdaad, nou we er toch zijn, neemt Theo graag een kijkje in de cabine. Het is allemaal geregeld, ja. Nou, netjes. Nieuwe. Super. Hartstikke mooi. Nou, nee, alles gaat. Dan krijg je... Ik heb hier je chauffeursdiploma, je werkgeversverklaring en je rijbewijs. Alles is voor elkaar. Je hebt het goed voor elkaar. Netjes. Dank je wel. Oké. Ik baag nou op de baan ervoor. Nou. Dan zien we het wel. Bedankt. Oké, je ook. Goeie reis. Ja, oké. Straks. En voor straks wel te rusten. Ik, wij gaan verder. Ik slaap, jullie hebben gelijk. Oké. Okay. Rimmer, bedankt. Yo. Groetjes. Hoi. Koos, als vrachtwagenchauffeur moet je over bepaalde vaardigheden beschikken. En nu schijnt het dat die beroepschauffeurs om de zoveel tijd op herhalingsoefening gaan. Hoe zit dat? Nou, er is sinds september vorig jaar is de richtlijn vakbekwaamheid beroepschauffeurs van kracht. En op grond van deze richtlijn moeten beroepschauffeurs, en dan hebben we het over vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs, in 5 jaar tijd 35 uur nascholing volgen. En waar wordt specifiek op gelet? Nou, er wordt vooral gelet op verkeersveiligheid, op het zuinig rijden en het omgaan met je gereedschap, hè, dus de vrachtwagen of de bus. Als je nou zakt voor zo'n nascholingscursus, heeft dat consequenties voor de chauffeur? Nou, Nederland heeft ervoor gekozen dat er geen examen gedaan wordt, maar je moet wel echt de
de cursus volledig volgen. Dus je moet binnen die vijf jaar moet je die 35 uur nascholing hebben gehad. En er is nu even een overgangsregeling, maar dat loopt tot september 2015. En als je in september 2015 niet die 35 uur nascholing hebt gevolgd, dan raak je je vakbekwaamheid kwijt en dan moet je een andere baan zoeken. Nou ben jij bij de Verkeersveiligheidsgroep Nederland geweest en wat ik niet wist is dat jij een volleerd trucker bent. Nou volleerd trucker is wat overdreven. Ik heb mijn rijbewijs gehaald, het vrachtwagenrijbewijs, het vrachtwagen met aanhanger en het busrijbewijs. En dat heb ik destijds gedaan omdat ik als officier van justitie veel zaken op de zitting deed waarbij grote voertuigen betrokken waren. En dan is het wel eens goed om te kijken hoe rijdt dat nou in zo'n voertuig. En wat ik in het verleden ook al gedaan heb is als er een ernstige aanrijding was geweest met een vrachtwagen of een bus, dat ik zelf eens in die hoge zit naar zo'n kruising toe ging om te kijken hoe dan de situatie eruit ziet. En dat is, kan ik je vertellen, heel anders dan dat je in een personenauto zit. De inspanningen van de videosurveillanten zijn er vooral op gericht om verkeersonveilig gedrag van automobilisten en motorrijders aan te pakken. Maar u weet net als ik dat fietsers zich ook niet altijd aan de regels houden. En spreken ze hierop aan, dan kun je vaak ook nog een grote mond toekrijgen. Deze fietser is ook een behoorlijke wijsneus en denkt dat hij heer en meester is. Maar dan komt hij toch van een koude kermis thuis, zoals we zien in Vught op de Industrieweg. Surveillante Fred en Antoinette komen bij een rotonde aangereden als er van rechts een fietser opdoemt die geen voorrang verleent. Op zijn Zo, die fietser, zeg je dat? De fietser die gaat wel fout, hè? Die knalde hier bijna voor. Ik ga daar niks aan doen. Inderdaad, de automobilist op de rotonde trof geen enkele blaam, want deze fietser gooide zijn stalen roster zomaar even tussen. Die man die reed erop, hè? Ja, hij komt daar eigenlijk over rechts. Geef hem, voor mij mag je verboden geven, want dat doe ik zo. Hallo, politie. Wil je even stoppen? Nee. Wij zijn van de politie en zij filmen ons werk. Ja, we lopen drie minuten schudding. Ik wil graag jouw legitimatiebewijs even hebben. Mag ik die camera uit, alsjeblieft? Mag ik jouw legitimatiebewijs? Nu? Mag ik eerst de camera uit? Nee, die camera blijft aan. En dan blijf jij met je handen gewoon vanaf. Ja, dan werk ik niet mee. Wat zeg je? Dan werk ik niet mee. Weet je wat dat betekent als je niet meewerkt? Ja. Dat je dan met ons mee naar het bureau gaat. Waarom word ik aangehouden, vraag maar? Nou, jij wordt staande gehouden. Omdat jij zojuist op de industrielaan een rotonde op rijdt met je fiets. Ja. Waar haaientanden staan. En dan moet een auto die voor ons rijdt, die moet al zodanig voor jou remmen. Omdat jij hem geen voorrang verleent. Ik reed op de rotonde, hè? Nee. Okay. Maar geef me eerst even je legitimatie maar. En dan mag je vervolgens plaatsnemen in de videowagen om je actie met eigen ogen terug te zien. Goedenavond. Hey. Ik wil eerst even... Fred, kijk, de camera die loopt hier. Nou, en dan kom jij hier. Die meneer, die rijdt hier op de rotonde zo meteen. Let op. Nou, na de rotonde remt. Hier rijdt hij op de rotonde. Zie je dat? En kijk eens wat hij doet. Hij remt hier. Waar kom jij vandaan? Hij remt daar omdat hij wil afslaan. Omdat hij wil afslaan? Ja. Waar rijdt hij? Op de rotonde of rijd jij op de rotonde? Ik rijd op het fietsgedeelte van de rotonde. Ja. En wie reed er het eerst op de rotonde? Hij of jij? Kijk naar de beelden. Je hebt de beelden zelf gezien. Hij rijdt erop. Jij nadert de rotonde. Dus wat moet je dan doen? Ja, voorrang verlenen. Ja. Doe je dat? Nee, want hij gaat remmen. Kijk eens, je rijdt er bijna om ze boven. Kijk zelf. Okay. Waar gaat hij nou op? Waar rijdt hij nu? Op de zeg maar waar hij nou rijdt. Ja, op de rotonde. Zie ik jou al? Nee. Nee. Kijk, ja, en is hij hier al? Ja, en nu kom jij de rotonde pas op. Ja. Dus had je voorrang moeten verlenen. Kijk zelf maar naar de beelden. Stel dat hij een rondje had gereden, dan niet. Nee, al rijdt hij twee rondjes. Okay, nou, het verkeer dat de kruisende weg rijdt, en dat is in dit geval deze rotonde, moet jij voorrang verlenen. Okay. Ja, maar heb je ook gezien dat als die meneer niet had geremd, dat hij jou had plat gereden? Als ik het zo moet uitdrukken. Zo was het inderdaad wel, ja. Deze folder geef ik jou mee. Het werken van de videosurveillance. Er gaat ook een stukje verkeersveiligheid in. Je krijgt van mijn collega's om een bonnetje mee. Ja, fijn. Dat is je legitimatie geweest. Ja, het geen voorrang verlenen bij haaitanden aan bestuurders van de kruisende weg. Dat kost 60 euro. Ja, en waar kan ik het aanvechten? Aanvechten, dat je krijgt een acceptier thuis gestuurd. En daar staat op vermeld hoe je moet handelen als je niet mee bent. Ja. Ja? Alsjeblieft. Ik wens je nog een goede avond verder. Ja? Oké, dankjewel. De fietser vervolgt zijn weg met een bekeuring van 60 euro op zak. Maar dan besluit hij toch nog even terug te komen.
ongecensureerd alles. Niet alles gecensureerd hebben, hè? Anders klaar kun je gewoon keihard aan. Dat is goed, zo zien. Jo, zie je. Ja, de mazzel, hè. En doe rustig aan met die fiets van je. Het valt te hopen dat deze wijsneus de volgende keer beter uitkijkt, want tegenover een auto gaat hij het zeker niet winnen. Van Brabant-Noord gaan we naar de regio Gelderland-Midden bij Barneveld op de Rijksweg A30. Surveillanten Peter en Marcel zitten achter een bellende Audi-bestuurder die bij het verlaten van de rotonde geen richting aangeeft. Ja, ja, geen knipperen. We blijven bellen. Met de mobiel in je hand valt het niet mee om de richtingaanwijzer te gebruiken. En dat blijkt hier eens te meer. En weer geen richting. En nog steeds geen richting. En wederom geen richting. Wederom geen richting. Hij is nog steeds aan het bellen. Bellen, ja. Zullen we hem meenemen? Ja, we nemen hem mee. Naar een tankshop? Ja. Goeiedag. Goeiedag. Heer. Goed. Hi, Marcel de Jong, ja. Verkeerspolitie. Dat was een idee. Ja, hè? Ja. Ja. Mag ik in ieder geval even mijn collega bellen dat ik... U staat nu stil, dus u mag bellen wat u wilt. Ja. Onderweg zagen we u ook bellen. Dat is uiteraard bezwaarlijk. En we zien u gewoon een keer of zes geen richting aangeven. Terwijl het wel de bedoeling is. Kijk aan. Dat is wel gebeurd. Ja, ik weet de weg hier, hè? Ja. U weet het. U weet ook waar hij naartoe moet waarschijnlijk. Ja. We weten de overige weg verkeerd ook. Ja, sorry hoor, maar de bestuurder is alweer bezig met zijn volgende gesprek. Zoals u even belt, pak ik even de spullen erbij. Is goed. Heer, mag ik even aan u zien wat voor telefoon u gebruikte? Dat is een Nokia, dank u wel. Verklaring voor het bellen misschien? Ja, druk. Ja. Een volgafspraak in Veenendaal. En ondertussen even op de hoogte stellen voor iets. Geen karkit of zo? Ja, dat correspondeert allemaal niet met dit toestel. Ik krijg van mij een bekeuring voor mobiel bellen. En nog voor de richting aangegeven. Eén keer voor het nalaten van de richting aangeven. En waar komt dat op? €160 voor het bellen. Dat wordt iedere keer duurder. Ja, dus €6 administratiekosten. Ja. Een richting aangeven is, dacht ik, €60. Maar dat zal het ding zo aangeven. En daar hebben we twee bonnetjes. Eén voor het bellen en één voor de richting. Ja, als er is dat voor niks. Zeg maar de bekende gele bonnetjes. En ook iets van uiterlijk veranderd. Ja. Die heb ik voor u. Dank voor de medewerking. Ja. En ik hoop dat u er wat mee kan doen. Wordt dus tijd, denk ik. Ja. Het wordt zeker tijd, want anders kun je blijven betalen. De bekeuringen bedragen opgeteld €220. Koos, als er nou toch één overtreding is die de surveillanten heel vaak tegenkomen, is dat mensen handheld zitten bellen achter het stuur. Hoe is het nou toch mogelijk dat ondanks alle inspanningen dat toch steeds blijft gebeuren? Ja, eigenlijk is het onbegrijpelijk, want mensen weten dat het verboden is. Ze weten dat er een hoge boete op staat. En toch nemen ze vaak niet de moeite om de telefoon even handsfree te installeren als ze in de auto stappen. En dan rijden ze eenmaal en dan gaat de telefoon. En dan, ja, dan moet die kennelijk opgepakt worden. Kennelijk omdat er €100.000 gevallen is. Ik weet het niet, maar mensen pakken altijd hun telefoon als die begint te rinkelen. Nou heb ik begrepen dat er momenteel een grootscheepse campagne tegen handheld bellen en afleiding achter het stuur speelt. Hè? Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, omdat het een overtreding is die nog steeds erg veel voorkomt en ook erg gevaarlijk is, heeft de politie besloten dat alle politiemensen die op straat zijn alert moeten zijn op dit soort overtredingen. Dus elke politieman die op straat is, die kan ook een bon uitschrijven voor dit geval als ze het zien. Ik vind het natuurlijk allemaal prachtig, maar jaren geleden kondigde jij ook al een enorme actie aan met motoragenten tegen handheld bellen. Wat is daar dan van terecht gekomen? Ja, dat klopt. We hebben het toen gedaan. We hebben toen zelfs 20 onopvallende motoren aangeschaft. Maar het is natuurlijk wel handwerk. Je moet bij dit soort overtredingen moet je mensen staande houden, de bon uitschrijven. En toch zijn er de afgelopen jaren, ondanks dat het handwerk is, 130.000 bekeuringen per jaar uitgeschreven. Maar er zijn zoveel mensen die rond blijven rijden en blijven bellen, ja, dat het nog steeds niet over is. Moet het boetebedrag voor handheld bellen nou niet gewoon omhoog? Ik hoorde bijvoorbeeld in Noorwegen krijg je maar liefst een bekeuring van €1.500 als je handheld zit te bellen. Nee, ik denk niet dat het in de hoogte van de boete zit. Bewezen is dat de pakkans veel belangrijker is. Mensen moeten weten dat als ze die telefoon oppakken, dat er eigenlijk direct een boete kan volgen. En op het moment dat ze dat idee hebben, dan zullen ze het waarschijnlijk laten. We rijden mee met de regio Brabant Zuidoost ter hoogte van Eersel op de Rijksweg A67. Surveillant Ger en Johan zitten achter een Duitse BMW-bestuurder. Kennelijk denkt de man dat hij op de Duitse autobaan rijdt, want de snelheden lopen hoog op. Je rijdt toch op 191. Wat ben je
89. Achterin 200. 202. 204. 206. 208. 207. Gaat steeds links blijven zitten. Hé? En links. Ja. Zou ik misschien afklokken? Ja, doe maar eens. Je zit op 185. Laten we hier vast voorgaan. Ja, doe maar. Ger spreekt de bestuurder aan. Goedemiddag. Eindige... Ja, zwijfstraat. De geschwindigheid. Wie viel? Zwijfstraat is duur. Met zijn lamp. We hebben een durchschnitt geschwindigheid vastgelegd. Ja. Aan video. En dat was 184. Toegelassen is 120. 120. Ja. En die hoogste geschwindigheid was over 200 km per stunde. Dat heißt, dass wir in Führerschein in beslag nemen müssen. Yes. Yes. Aber es ist möglich, dass wir rufen die Staatsanwalt gleich an. Es ist möglich, dass ihnen einen Vorschlag macht. Und dann, wenn sie das gleich bezahlen können, ist es kein Problem. Dann bekommen sie das wieder zurück. Dann gehen wir nach einer Bank. Sie können dort. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das. Sicher 500 euro oder mehr. Ich wollte ihn einladen in unser Auto, um die Bilder anzusehen. Bedankt. Johan Hollanders. U verstaat Nederlands? Nein, aber ich möchte das gar nicht mehr sehen. Das ist, Hij zegt dat je het niet hoeft te zien. Oké. Okay. Maar laat hem maar even draaien. Dat, ja. Heb jij een blaadje bij? Hier alvast, ja. We hebben hier een Duitser staande gehouden. Op de A67. Die reed 65 km te snel. Die reed met een gemiddelde snelheid van 185 km per uur. Daar moet nog wel de correctie vanaf. 25. Ga ik doorgeven. 7, dankjewel. Hoi. 25 euro. Is dat mogelijk jetzt hier te betalen? Of dan moeten we het zuerst naar de bank? Also, ach so, ich habe nur die C-Karte oder Maske oder. Ja, wir haben keine Möglichkeit hier zu pinnen. Das ist nicht möglich. Dann müssen wir reinfahren. Okay, fahren Sie hinter uns her und wir haben Ihren Führerschein jetzt. Okay. Noch für einige Minuten. Ja, okay. En zo gaat de rit naar de pinautomaat waar de Duitser 520 euro mag aftikken. Gepast. Dat is voor Sie. Dat is eins. En dit is de. Alles met die geldstrafen eraf. Okay. Ja? Nog andere vragen? Nee. Oké. Okay. Niet bediend. Oké. Okay. Deze BMW-rijder zal zijn bezoek aan ons land niet licht vergeten, want het schikkingsvoorstel van de officier van justitie bedraagt maar liefst 520 euro. Maar daarmee mag de Duitser zijn rijbewijs uiteindelijk wel behouden. Straks slaat deze jonge coureur op de vlucht voor de politie. U weet dat hij op deze brommer rijdt? Nou, dat ding dat heb ik van de week opgehaald bij iemand die zou slopen voor hem en het kenteken opsturen. Dat zei je toch? Nee, dat heb jij niet gezegd. Hij is natuurlijk nog geen 16. Negeert stopteken van de politie. Slaat deze jonge coureur op de vlucht voor de politie. U weet dat hij op deze brommer rijdt? Nou, dat ding dat heb ik van de week opgehaald bij iemand die zou geslopen voor hem en het kenteken opsturen. Dat zei je toch? Nee, dat heb jij niet gezegd. Maar natuurlijk nog geen 16. Negeert stopteken van de politie. Enkele tientallen wegen in ons land zijn aangewezen als zogenaamde trajectwegen. Dat zijn routes waar relatief veel verkeersslachtoffers zijn gevallen of die om een andere reden als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Op de trajectwegen wordt door de politie streng gecontroleerd en daar komen ook deze twee motorrijders achter. Ze scheuren namelijk met snelheden van bijna 170 km over zo'n trajectweg, zoals we zien bij Barneveld op de Valkseweg. Surveillanten Peter en Marcel zitten achter twee motorrijders die stevig doortrekken binnen de bebouwde kom. Marcel heeft een trajectmeting gestart. We hier al op 76. Er zit een eindje tussen.
14. Gewoon mee, want ik heb de achterste ingeklokt. En dan gaan de motormuizen los. Er zit 150, ze lopen uit. 160 uitlopend. En op deze piek is het wel een draadje rechts, hè, hier. 120 kom ik op, gemiddeld. Jump loopt op beide. 150 uitlopend. 6 seconden. We zijn nog steeds uitgelopen. 10 seconden. 120. Uitgelopen, precies op teken van 141. De surveillanten gaan over tot de staande houding. Alles staat aan stopwoorden. Ook goed. Goeiedag. Marcel de Jong, verkeerspolitie. Hoi. Marcel de Jong, verkeerspolitie. Goeiedag. Rijbewijsvraag. En jullie zullen begrijpen dat jullie de rijbewijs kwijt zijn. Dat we die invorderen. Ja, dat we die invorderen. De snelheid was dusdanig dat meer dan 50 overschrijden. En dat kunnen we mooi terugzien op de videobeelden. Hey, dit zijn jullie tweeën. Ja. Dat is duidelijk zien. Eentje de witte helm, eentje de wat meer gekleurde schoei. Nou, dan laten we jullie, gaan jullie lopen. Maar kijken, dit is onze snelheid, onze feitelijke snelheid. En jullie gaan eigenlijk alleen maar weg. Nu, op dit moment, komen we niet eens dichterbij. Ja, we snappen. Nou, op een gegeven moment kom je hier, heb je oponthoud. En dan klokken we op een gegeven moment op 1500 meter precies, klok ik hem uit. Op de voorste weer, op een vast punt op de zijkant. En dan rekent hij hem uit aan 140 gemiddeld. Jullie gaan inhalen. Dan neem ik weer een vast punt. Langs de kant van de weg. En als jij dan langskomt, plop. En dan klokken we hem ook zo meteen uit. Maar hier gaat het nog even heel hard. Hier zitten we wel strak achter jullie. Hier een tikje 170 aan. En op dat moment zitten jullie gewoon op dezelfde afstand als wij, hè? Nou, hier klokken we hem dan uit op gemiddeld 120. Dat is voor jou. Die er buiten staat, hè? Dat is jij toch? Met die goede helm? Ja. En hier... Na de bebouwde kom van Wekerom is het gewoon het moment dat jullie van ons weglopen, zetten we hem aan. En dan hebben we een korte meting van 16 seconden op jullie allebei eigenlijk. We zitten dan op 141 gemiddeld. Nou, voor die laatste meting, dat is de zwaarste qua snelheid. Daar zijn jullie allebei het rijbewijs op kwijt, want dan zit je gewoon een 141. Hè, dat wordt met 5 kilometer gecorrigeerd, dat is 136 en 56 te hard. Stop is blazen bij ons. Ga je gewoon. Dankjewel. Hartstikke goed. Verder nog dingen of? Nee, als jij verder niks hebt, dan ga ik de administratie nog heel even in orde maken. Ja, dan gaan wij bellen. Ja, even vervoer regelen. Ja. Hiervoor bedankt voor de medewerking. En, ja, nou. Ik hoop dat het gewoon uiteindelijk oplevert dat je je kinderen en kleinkinderen en zo krijgt en die allemaal kan zien. En, ja. Dankjewel. En zo eindigt dit zonnige ritje met een flinke domper. Beide motorrijders zijn hun rijbewijs een tijdje kwijt. Koos, de motorrijders die we net zagen, die scheurden met behoorlijke snelheid over de Valksweg bij Barneveld. Nou begrijp ik dat het een zogenaamde trajectweg is. Wat moet ik daaronder verstaan? Nou, een trajectweg is kort gezegd een weg waar veel ongevallen plaatsvinden en waar dus door de politie extra gecontroleerd wordt. En hoeveel van die trajectwegen zijn er in Nederland? Nou, we hebben in Nederland 25 politieregio's. In elke regio zijn een aantal van deze trajectwegen. Dus we praten echt over honderden wegen in Nederland. Wanneer wordt nou een gewone weg tot trajectweg verheven en waar moet die dan aan voldoen? Nou, dan is er sprake van een weg waar een bovengemiddeld aantal ongevallen plaatsvindt. Dan wordt van die ongevallen wordt een analyse gemaakt. Er wordt gekeken wat zijn de overtredingen die bij die ongevallen hebben plaatsgevonden. Dus de oorzaak van de ongevallen. En er kunnen twee dingen uitkomen. Of de weg, daar markeert qua infrastructuur wat aan. Hè. Dus er moet de weg aangepast worden. En dat is dan een overleg met de wegbeheerder. Of er blijken dus veel te veel overtredingen plaats te vinden. En zo proberen we dus zo'n weg gewoon wat veiliger te maken. Wordt op zo'n trajectweg nou alleen extra gecontroleerd of zijn er ook nog andere maatregelen die genomen worden? Nou, het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat handhaving moet sluitstuk zijn. Dus een weg moet eigenlijk zodanig zijn ingericht dat de snelheid die op de borden staat ook daadwerkelijk wordt gereden. Dat het eigenlijk min of meer automatisch gebeurt. En als dat niet zo is, dan moet die weg worden aangepast. Daarnaast gebeurt het dan toch nog wel dat mensen te hard blijven rijden. En dat moet dus bestreden worden met extra controles. Leidt nou de benoeming tot zo'n trajectweg daadwerkelijk tot minder doden en gewonden?
Het blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid dat als er op een weg regelmatig wordt gecontroleerd en de snelheid gaat naar beneden, dat ook het aantal ongevallen met minimaal 20% naar beneden gaat. We rijden opnieuw mee met de regio Gelderland Midden in Harskamp op de Hooibrinkweg. Surfianten Marcel en Michel zitten achter een wel heel jonge snorfietser die op de vlucht is geslagen. Is er wel iets van bekend, denk ik niet? Nee, helemaal niks. Deze jongeman is niet van plan om te stoppen en probeert via dit zandpad te ontkomen. Maar met de surfianten in zijn kielzog lijkt dit een heilloze missie. Stoppen! Michel houdt de jonge bestuurder staan. Ik klop precies wat op zijn shirt staat. Ongeschikt. Ja. Deze jongen is nog geen 16 jaar oud en mag dus sowieso geen snor- of bromfiets besturen. Ondertussen heeft zijn vader lucht van de zaak gekregen en die komt meteen ter plaatse om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag meneer. Sta erin. Michel Jansen, verkeershandhavingsteam, politie Gelderland Midden. U weet dat hij op deze brommer rijdt? Nou, dat ding dat heb ik van de week opgehaald bij iemand die zou geslopen voor hem met kenteken opsturen. Ha. Dat is weer iets anders verhaal. Dat zei je toch? Nee, dat heb jij niet gezegd. Ja, het motorblok zou... Ik had hem vandaag gemaakt in een DNTS-rondje. Ja. Het motorblok zou onder een ander zetten. Ik heb een kopie van zijn idee. Ja, maar heeft hij toestemming van u om te rijden? Nee. Hij is natuurlijk nog geen 16. Negeert stopteken van de politie. Tja, daar hebben vader en zoon weinig op te zeggen. En de remmen zijn niet in orde, de vering is niet in orde. Nee, dat klopt, dat ding is krom gereden. We zouden het motorblokje eronder uithalen en ik zou hem opsturen. Ja. En wie hebben we daar? Een mystery guest of iets dergelijks. Kan ik iets voor je betekenen of niet? Nee. Nee? Dan mag je even doorfietsen. Mag je hier niet blijven staan? Nou, jij vraagt om de cameraman weg te draaien, maar ik vraag jij dan om even door te fietsen. Ja, hij blijft hier wel gewoon even staan. Ja? Oké, okay. Maar dan wil ik geen commentaar van je of wel. Oké? Okay? Hoe oud is die? 15. Oh. Die jongen was me. Hij krijgt toch gewoon verbaal. Hij zal niet verzekerd zijn. Nou, hij krijgt er sowieso voor het onverzekerd rijden. En leeftijd. Een leeftijd. Klaar toch? Zou je nog willen zien hoe hij rijdt? Wat wij op beeld hebben staan. Nou, dat wil Paal wel even bekijken. Marcel de Jong. Hier staat de snelheid onderin. Schiet hier de bedrijventrein op. Het is gewoon alles om te proberen om te komen, hè? Dan rijd je gewoon 70, hè? Zie je dat? Met dat ding? Ik weet niet wat mijn ding aan de hand is, maar ik zou het met Weiland ook maar niet willen hebben. Ja, gewoon zo er voor langs. Nou, dan geeft hij toch geen nummer op. 1 minuut. En hij had 10 keer dood kunnen wezen. Ik zie het, ja. Hij moest huiswerk maken, maar ja. Hij moest even naar een vriendje toe en dan... Jij krijgt van mij eenmaal omdat je nog geen 16 bent aan rijden en eenmaal voor de verzekering. Omdat je nog geen 16 bent is die €80 en onverzekerd, dat bepaalt de officier van justitie. Oh. Ja. Wat zegt u? Ik ben door de helft omdat ik nog geen 16 ben. Of... Moet niet oprekenen. Hij bepaalt gewoon een bedrag voor jou. Die krijg je mee. Maar hij was ook aangehouden een poosje terug en die had wel alles door de helft. Dat is op die andere bon is dat al gerekend. Klopt. Gewoon een vast bedrag. En het bedrag wat de officier gaat opleggen, dat gaat niet nog een keer door de helft. Bij mij was die eigenlijk om de 1670. Die was 140 helemaal. Ja, en nu is die door de helft. Want die verhoogd is naar 160 en nu is die 80. Okay. Dus. Oh. Wat doen we de volgende keer? Ja, niet meer rijden. Nou, ik ben heel verstandig. In ieder geval wachten tot je een rijbewijs hebt. Ik zou me wel helpen. Rustig aan, hè. Mag nu wel gewoon naar huis lopen? Of? Ja, lopen, ja. Ja, dat zeg je toch? Of wil je rijden? Ja, zo best, maar... Ja, het is goed met je. Je mag gaan lopen en verder helemaal niets. De bekeuring voor de leeftijd bedraagt €80... en de boete voor het onverzekerd rijden loopt via de officier van justitie. Volgende week plukken de surveillanten een fiscale wanbetaler van de weg. Ik heb contact gehad met de douane. Je staat gesignaleerd. En dat houdt in dat wij jouw auto mee gaan nemen. Okay. Die wordt zo dadelijk opgehaald.